Hallo, wij zijn Zuiderleefde. En wij gaan onze eerste challenge doen vandaag, toch? Ja. Dat heb ik van horen zeggen. Dat heb ik ook van horen zeggen. Dat is leuk reclame. Ja, wat gaan we eigenlijk doen? Het zal niks goed zijn als jij het hebt verzonnen. Nee, dat is het ook niet. Het is namelijk de milkshake challenge. En dat gaat namelijk zo, we hebben allemaal, zonder dat we het van elkaar wisten, ingrediënten meegenomen. Die hebben we heel provisorisch in potjes gedaan. En daar zit iets omheen, zodat wij niet zien wat erin zit. Die hebben we gehusteld. En er zit een heel klein laagje water in, maar misschien moet er nog wat bij. Dus als we een paar vragen gaan beantwoorden van elkaar en je hebt de vraag fout, dan moet je er iets in doen. Dan moet je kiezen. Dus als je de vraag fout hebt, moet je kiezen. Dan moet je dat in de blender gooien. En dan krijg je één bekertje. En als je, elk bekertje dat je hebt, dan moet je straks van drinken. Dus. Marvin krijgt die oortjes. Hey, Jesus. Ja, dat bedoel ik. Hallo. Dit is perfect. Oké. Okay. Wat? Ik moest raden wat te zeggen. Je moet raden lippen. Ik huur dat niet. Geef die lippen, geef die hand. Ja. Ik vind je leuk. Ik vind jou leuk. Ja! Nee, ik zei je fout. Ja, je wel taal. Nee, is goed. Ik vind je leuk. Het was niet helemaal goed, maar ik vind wel, omdat we net begonnen zijn en het half ja, goed was... Ja, doen we het opnieuw? Nee, dat, we gewoon dat je gewoon één ingrediënt moet kiezen, maar dat je niet hoeft te drinken. Maar dat we er al iets in hebben. Oh. Abba. Daar zit allemaal van dat spul in. Oh, het is een soort oude chocomel. Ja, de chocomel bij het water. Oké, dat valt nog wel mee, hè. Hoeveel mensen keken er naar de live show waarin ik heb gezongen in Duitsland? Dus het programma waar ik stond, waar de meeste mensen naar keken, hoeveel waren dat er? 700.000. 4 miljoen. Er zit er één iemand het kortste bij. En dat ben ik. Jullie zaten er allebei onder. Ha! Dus hij heeft het goed. Het waren 6 miljoen mensen. En dat was best wel leuk. En dat was in Duitsland. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er wel om dat hij nu een bekertje krijgt. En dat hij iets moet kiezen wat erin moet. Dus kies maar. Ah. Ik heb ook altijd pech. Wat is het? Heerlijke... Sinaasappel. Sinaasappel. Met schil. Met schil. Doe maar erin. Je moet even erop kloppen. Ouwe. Spring levend. Spring levend! Wow. Oh, nu! Nee. Ja. Dat is echt Marvin is dood. Maar hij heeft een kuiltje in zijn wangen en hij heeft een spleetje tussen zijn tanden. Dus ik zag het gebeuren, zeg maar. Oké. Dat was echt slaag. Hoeveel bier drink ik in een weekend? Hoeveel bier drinkt hij in een weekend? Moeten we allebei raden als we het kortste bij in een weekend? Ja. Hele zaterdag en zondag. Nee, dat begint bij mij bij donderdag tot en met zondag. Dus donderdag tot zondag. Oké. Okay. Long weekend. Wat zeg jij? 50 stuks. 50. Ik denk dat het er meer zijn. Ik heb geen goede indruk achtergelaten. Volgens mij. Wat is het? Nee, Jerry zit dicht in de buurt. Fuck. Ik had zo gehoopt dat wij, dat ik gewoon jullie ermee kon opzadelen en dat ik niks... Kijk, pak deze. Nu is Dwayne de lul. Ha, dit is grappig. Dat is kippensoep tomaat met een tomaatje. Nee. Kippensoep tomaat met een tomaatje. Waar is de gekste plek waar ik persoonlijk... Het stinkt hier. Over stinken gesproken kan ik mijn zin helemaal afmaken. Waar is de gekste plek waar ik mijn keuteltjes heb gelaten? Of oh ja. Gepoept. Maar niet op zijn Belgisch. Niet op zijn Belgisch. Dat staat gepoept. Erbij. De raarste plek? In de voortuin. In de voortuin. Ik denk op een openbare plek gewoon midden tussen de mensen in. Vandaag is hij Cherry. Maar s'avonds is hij een poeper. Ja, Dwayne zit toch wel het kors in de buurt. Ja!
Ik heb wat moet was het antwoord ook nog vertellen? Ja, graag. De gekste plek is gepoept. Ja, in het veld bij mijn werk. En ik heb me van ellende af moeten vegen met een blad. Maar, en waar werk je? Ik weet niet, maar ik had er wel jeuk naar. Marvin heeft een tweede bekertje, hij heeft er nog geen en ik heb er één. En jij moet nu een nieuw dingetje kiezen, iets. Voor in de milkshake. 6 uur later. 7 uur later. 3 uur later. Dat kan niet, je kan niet van 7 naar 3 gaan. Jawel. Nee, dat we spoelen gewoon terug. We spoelen terug. We spoelen terug. Schatje, die was niet. Ah, chocomel. Sorry. Nog ruim een keer. Oké, de zin is... In Maastricht lopen veel transgenders. Nog eens. In Maastricht lopen veel transgenders. Ik weet helemaal niks. Zeg het gewoon, zeg het. Hallo, hallo, hallo. Maar het was dus niet goed. Dus je moet, ja, krijgt, ook, op, je krijgt ook je eerste bekertje en nu moet je iets kiezen. En ik heb het voorgevoel de hele tijd al als hij zou moeten, dat het iets kuts gaat worden. Er zijn nu al zoveel fatsoenlijke dingen uit. Oh nee, ik zie het al. Die wou ik zo graag niet, hè. Wat is dit? Dit is citroensap. Abba. Nu is het echt vies. Het is helemaal grappig. Wat moet ik hiermee doen? Dat is je bekertje die je mag gebruiken. Hoeveel bedpartners heeft Dwayne gehad? Maar ik moet ze zelf even tellen. Meneer en mevrouw Horbach, 40%. Ja, niet met dezelfde, hè. Gewoon hoeveel meiden, hè? 8. Oké, en wat denk jij? 5. Hij zat er kort op. Het zijn er 6. Dus jij zat er 2 vanaf en hij... Kaboom! Maar echt, er, uiteindelijk, want meestal viel ik in slaap. Nee. Oké, okay, ja. Dus... Dwayne houdt het niet zo lang. Hij krijgt zijn derde, bekertje en hij mag zelf kiezen welke. Oh, Marvin. Yes. Het is zo leuk. Oh my god. Oh! Oh nee! Het is ei! Maar dan een rauw ei. Oh my god! Gadverdamme joh. Doe hem dan maar in, dus je bekertje. Een rauw ei. Wij hebben allebei je bekertje pak. Maar hij heeft er 3. Abba. Wat is Cherry's lievelingseten? Ik denk dat ik het weet. Nee, niet meer. Pasta. Nee. Nee? Dan zijn het frieten. Frieten. Kebab. Kebab. Nee. Wat was het? Friet met gegrilde kip. En een baksla. Daar zat ik korter bij. Nee, pasta is geen friet. Wie 2. Zat er dan korter bij? Ja, bij een kebab zit meestal friet. Ja, maar ik zei friet. Nee, dus is pasta. Nee, pasta. En daarna zei je toen friet, ik kies friet. dan kan je terugkijken. We gaan dat nu terugkijken. Nee? Dan zijn het frieten. Frieten. We hebben teruggekeken en als jury heb ik beslist dat Marvin weer een bekertje krijgt. De gengste lul. Oh, dat valt me. Oh, banana. Maar ja. Banana. Banaan. Banaan. Maar ja, alles wat er al in zit is week. Wow. Heftig. We zijn blij dat er geen geurentelevisie bestaat. Hoe oud was ik toen ik begon met zingen? Ik weet het. Ja, fuck.
7 jaar. Oké, okay, ik denk 5,5. Ik bedoel met optreden, hè? Met optreden? 8. Nee, weet je wat? Fuck jullie. Ik denk 7,5. Maar ja, 2, hij mag ook nog corrigeren. Jij hebt ook gecorrigeerd. Nee, hou je mond. Ja. Jij corrigeert jezelf de hele tijd. Dan corrigeer ik weer, dus dat blijft de bitch. Oké, okay, kom. Is het 7 of 7,5? Maar dat is ik weet niet hoe je eraan komt, maar ik was 11. Yes! Woehoe! Ik dacht echt... Ja, dat wil dus zeggen dat ik voorsta nu. En jij bent 2, maar je moet wel iets kiezen. Weer banaan? Ja, banaan niet. Oh. Dat is snel. Nu nog maar 2. Zweet alvast afvegen. Oké, okay. Volgende vraag. Het zeehondje drinkt bier. Wat een zin. Weet het. Een zeehondje drinkt bier. Kijk nog eens. Het was het zeehondje in de... Ja, fuck jullie, nee. Ja. Dat kan ik helaas niet goed rekenen. Quark. Dat vind ik dan ook wel zo'n vieze ding. Iedereen denkt dat... In mijn vrije tijd sta ik graag in hoenstrooi op de camping. Ik ben 65 en ik doe het op Kimbo. Kimberly, sorry, we weten niet wie. Kimberly, we weten niet wie je bent. Nee? Een bekertje. Een bekertje. Is met Zulu lippen. Wat was het? Voor de Zulu onder ons. Oh, kwark. Want ze moeten nog allemaal één... Oh nee, dat is suiker. Ja, nu gaan we allemaal nog eentje doen. Waar komt die? Oh, die wou ik niet. Oh, sambal. Sambal. En nog appel. Hot chili pepper. Sambal. Ja, en appel en... Dit voelt niet chill aan. Oeh. Wat is dit? Wat is het? Achtersoep! Ik denk dat je nog niet klaar bent. Weet je wat ik het meest ruik? Die sinaasappel. Ja. Oh, dan maakt het niet uit. Oh! Nou, wat er dus is gebeurd... Hij moet kotsen. Ik ga eerst, want als ik... Rot ei zit erin. Oh, fuck. Oké, okay, Jerry gaat eerst. Daar komt hij. Oh, what the fuck. Oh, nee, niet zo vol. Dat moet ik gewoon opbrengen. Nee, we doen gewoon een voor beetje. Voor de helft. Nee, ik wil een eigen bekertje. Oh. Stop. 3, 2, 1. Abba. Wat vind je ervan? Gruwelijk. Echt? Ja, vies. We maken die... Dit is niks voor mij. Ik kan dat niet. Nee, ik ook niet. Luister, hou je bek. Als ik het doe, doe jij het ook. Nee, als jij het niet doet, doe ik het ook niet. Nee, doe het. 1, 2, 3. Dit was Dwayne. De Dwayne heeft de grootste mond. Ik heb ook gehouden, bekertje. Nee, dat wordt. Jawel, je moet, kom. Logisch, nee, je moet. Zet naar al te koken. Kom, begin. Kan niet binnen. Nee, ik dan het ja, kom maar. Ik breng je naar de doos voor. Kom. Je staat nu voor lul op heel internet. Ja, dat maakt me niet uit. Kom. Nee, kom, probeer in ieder geval. Of het in de mond te houden.
Mavenkop. Nee, maar even, probeer het in de mond te houden. 5 seconden is genoeg. 5 seconden. 1. Een echte match. 2, 3, 4. 4,5. Heb je doorgeslikt? Oh my god. Nou, dit is toch gewoon een stukje lekkerder, Thierry, of niet? Veel lekkerder. Heel lekker. Smaakt het een beetje kween? Ik vind het heel beter dan net. Als dat spul van net. Even wat spoelen. Coole Thierry. Coole Thierry. Wat slecht. Dat is. Vond je dit een leuk filmpje? Oh, je moet even een boer op. Oh, die lucht. Vonden jullie dit een leuk filmpje? Dan duimpje omhoog. Ja, hier beneden. En hebben jullie nog ideeën van challenges die we moeten doen? Of dingen die we moeten doen? Dan kan je hieronder in de comments even laten weten wat we nog moeten doen volgende keer. Zolang ik maar niks meer hoef te eten. Duimpje omhoog en tot zuiderleefde. Tot zuiderleefde. Hoi hoi. Hoi, hoi.